Die Maschio Gaspardo Admiral implement voer Northmec in vanuit Italië. Die implement het een werkswijdte van 8,3 meter, een werksdiepte van 150 mm en een kilowatt vereiste van 300. Die spoed is in Zuid-Afrika de baie populaire bewerking geworden voor boeren in primaire bewerking en minimum tolkondities. Wat die machine uniek maakt, is dat het basis twee spoedisse in één is. Aan die voorkant van die machine is twee rijen skottels, wat je mielieresten of je resten van je grond opsnijdt en dit dan omkeer in die grond in. Aan die achterkant van die machine is dan weer eens twee rijen skottels voor een verder bewerking van je grond. Die machine beschikt over 68 skottels, onafhankelijk gemonteerd op je raam op een veertand, wat dan via driedimensionele beweging in die grond veroorzaakt om je grond fijner te bewerken. Elke skottel beskik oor sy eie oliebadlaar. Dit is een geseelde oliebadlaar, bekend als een kultiehaap wat waterdig is en een waarborg dra van 10.000 hectare. Aan die achterkant van die machine is daar dan een rij harkies en ook een rij rollers wat vir die perfecte saadtijd los. Die machine is ook opvouwbaar wat dan gaan na 4,3 meter toe wat vervoer van die machine baie vergemakkelijk.